Het is het einde van de week en dus weer tijd voor een nieuwe vrijmiebeurs, waarin we natuurlijk gaan kijken naar de afgelopen week en de paniek op de beurs. Want bij heel veel aandelen die stonden de afgelopen week diep in het rood. We gaan in deze video ook vooral eerst kijken naar uh, waarom gebeurt dit, wat is er aan de hand en wat is het effect van rente op deze koers, op deze koersbewegingen. Maar we gaan ook twee specs bekijken. We gaan kijken naar CCIV, oftewel Lucid Motors, wat met goed nieuws. Toch onderuit ging. En we gaan kijken naar Workhorse, een andere spec van vorig jaar. Waarbij slecht nieuws onderuit ging. Nou, dat zijn eigenlijk de twee dingen. De drie dingen die ik in deze video wil behandelen. Laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van eenpassieveinkomen.nl. Geef even een duimpje omhoog om het kanaal te helpen. Maar ook zeker als je weer zin hebt in het weekend, gaan we nu beginnen met het eerste onderdeel van deze video. En dat is kijken waarom de koersen de afgelopen tijd zo reageren. Want waarschijnlijk heb ook jij je posities de afgelopen dagen misschien wel minder waard zien worden. Bij heel veel aandelen was dit namelijk het geval. En dat heeft eigenlijk verschillende redenen. Nou, ten eerste de reden die ik al vaker heb genoemd. Dat we nu zien dat tech-aandelen wat minder populair worden. En dat mensen, bedrijven, eh, vooral gaan investeren in aandelen die het juist weer goed gaan doen. Wanneer de samenleving eigenlijk weer open gaat. Dus zeg maar eh, na corona, die bedrijven die het dus eigenlijk... Hard zijn afgestraft vorig jaar, worden we nu weer wat populairder. Maar wat zeker de afgelopen week heel belangrijk was: dat waren de rente en de inflatie. Want beide hebben eigenlijk een impact op wat geld in de toekomst waard is. En laten we dan ook vooral naar een rekenvoorbeeld gaan kijken wat de impact van rente is op bijvoorbeeld de koers van Apple. Maar dan hebben we natuurlijk wel de rente van dit moment nodig. Dus kijken we hier, dan zien we dat de rente op dit moment in de Verenigde Staten. 1,54% is voor 10 jaar rente. En dat was het begin van het jaar. Dus zeg maar ja, twee maanden geleden was dat nog 0,93%. En met die twee rentepercentages gaan we dan nog rekenen. In dit voorbeeld heb ik dus het aandeel Apple, wat op dit moment een koers heeft van net geen 121 dollar. De rente aan het begin van het jaar was 0,93%. En dit wordt vaak heel erg belangrijk gezien als we gaan kijken naar bijvoorbeeld de discounted cashflow-methode. Daar kijken we eigenlijk naar wat de cashflow, wat de winst en zo in de toekomst is. Om dat terug te rekenen naar dit moment om te zien wat het op dit moment waard is. Dus kijk bijvoorbeeld naar cashflow op dit moment. 100 dollar is op dit moment ook gewoon 100 dollar waard. Maar gaan we dan een jaar vooruit kijken? Dan hebben we het in één keer 100 dollar cashflow volgend jaar. Dat is dus minder waard. Dat heeft ermee te maken dat we eigenlijk gaan kijken, als we nu dit bedrag erin steken. En we krijgen daar een jaar lang dit rentepercentage op. Dan komen we ook op 100 dollar. Dus dan zien we al dat het minder waard is over een jaar, eh, als we pas over een jaar krijgers moeten wachten. En dit gaat natuurlijk, hoe langer je moet wachten. Hoe minder het op dit moment waard is. En meestal zie je het eigenlijk andersom. Als je gaat kijken naar wat iets in de toekomst waard is. dan begin je bijvoorbeeld met 100 dollar. en dan ga je daar een rentepercentage op zetten. Maar nu ga je dus eigenlijk terugrekenen. wat is iets in de toekomst waard? En door middel van de rente die ik ondertussen verdien. wat is dat op dit moment waard om het in de toekomst dus te hebben? Een beetje misschien wat lastig gezegd. maar ik hoop dat het wel duidelijk is uh, in, deze, in deze sheet. Want je ziet dus 100 dollar over 5 jaar met deze rente. Dat is dus uh, ja, iets meer dan 95 dollar waard. En als je het dan weer omdraait, als je die 95 dollar 48 cent keer uh, ja, 1,0093, oftewel de rente tot de macht 5, het aantal jaar, dan kom je weer terug op die 100. Maar dat is dus het rentepercentage aan het begin van het jaar. Gaan we nu juist kijken naar de rentepercentage nu en wat het verschil daarbij is. We zien nog steeds dezelfde koers. Hier zien we die 0,93 en hier zien we de 1,54 procent. Op dit moment heeft dat natuurlijk geen effect, want het is op dit moment gewoon hetzelfde waard, omdat we niet rekenen met uh, rentes. Maar gaan we dan juist in de toekomst kijken, reken je met 0,93 procent, dan heb je dus 99 dollar en 8 cent. Maar reken je met een hoger percentage van rente, dan gaat het bedrag wordt minder, omdat je natuurlijk met dit bedrag en een hogere rente ook op hetzelfde uitkomt. En je ziet dat het in één jaar tijd in dit geval 60 cent is. Maar op langere tijd gaat het naar 2,83 dollar in dit voorbeeld. En dan is die 100 dollar gewoon maar een voorbeeld. Maar je ziet in ieder geval dat door een hogere rente in principe cashflow in de toekomst minder waard is dan wanneer de rente lager zou zijn. En kort samengevat zou je kunnen zeggen dat door een oplopende rente de winst die in de toekomst wordt verwacht minder waard is op dit moment. Dat heeft ermee te maken omdat als we ons geld vastzetten en die hogere rente krijgen we een hoger rendement maken. Dus het verschil tussen het vastzetten in rente of het beleggen wordt kleiner. En je zou dus dan ook kunnen zeggen dat in principe beleggen in aandelen minder interessant wordt en het beleggen of het vastzetten van geld met die rente van 1,54% wordt interessanter. En in deze situatie worden juist techbedrijven en groeibedrijven harder afgestraft omdat daar bij die bedrijven in de toekomst het grootste gedeelte van de winst zit. Die worden ja, ze gaan nog groeien de komende jaren dus die winst in de toekomst was meer waard. Is nu alleen door de oplopende rente dus minder waard geworden. Dus dat is een beetje wat er aan de hand is op dit moment op de beurs. En waarom juist verschillende van die techbedrijven, groeibedrijven, hard worden afgestraft op dit moment. Bij Finvis zien we dat ook goed in een overzicht van de laatste vijf dagen. We zien Microsoft min 6%, Google min 4%. Tesla min 13%, maar ook Amazon min 8% en ook Apple met een verlies van bijna 7%. Terwijl we eigenlijk tegelijkertijd dus zien dat andere sectoren juist profiteren van oplopende rentes, zoals bijvoorbeeld banken. Maar ook dat er sectoren zijn die juist weer gaan profiteren naarmate de samenleving weer langzaam open gaat. En wil je nou ook profiteren van deze dipjes in de markt? Door sommige aandelen juist nu te kopen. Nou, kijk dan eens naar de Giro. Dat is de broker die ik gebruik, net zoals 1 miljoen anderen. En hier heb ik veruit het meeste van mijn vermogen belegd. Wil je een account openen? Klik dan op de link onder de video. Een account openen is gratis, maar het helpt wel het kanaal. Dus dat waardeer ik enorm. En dat zorgt er ook voor dat ik in de toekomst meer van dit soort video's kan blijven maken voor jullie. En gaan we dan door naar het tweede deel van deze video. En dat zijn eigenlijk de specs die ik wil bespreken. Want niet alleen met de hele aandelenbeurs ging het op zich vaak best wel slecht. Zeker ook specifiek met deze twee specs die ik wil gaan bespreken dus. Ten eerste is dat CCIV, oftewel Lucid Motors. En de andere is Workhorse. De een had goed nieuws, de andere had slecht nieuws. Maar toch beide stonden ze flink in de minde afgelopen week. Laten we eerst gaan kijken naar Workhorse in dit geval. Workhorse was vorig jaar een heel erg populair aandeel. Een bedrijf dat elektrische bestelbusjes maakt. En waar mogelijk UPS een deal mee zou maken. Een deal ter waarde van enkele miljarden. En WorkHorse was dus een van de partijen die meestreed naar in principe het binnenhalen van dit contract. We zien dat terug in de koers van het afgelopen jaar, deze lag eerst lange tijd tussen de 2 en 4 dollar. Schoot toen omhoog naar 20 dollar. En uiteindelijk eerder deze maand zelfs naar 40 dollar. Maar nadat bekend werd dat WorkHorse definitief niet het contract kreeg, ging de koers met meer dan 50% onderuit. En bij dit soort gebeurtenissen krijg ik dan heel vaak de DM's via Instagram bijvoorbeeld of reacties onder mijn video's van: is dit het juiste instapmoment? Ten eerste laat ik zeggen dat ik het bedrijf inhoudelijk niet helemaal bijhoud, maar het lijkt me zeker niet het geval. Het wordt niet van niets zo flink afgestraft. Um, we zien dus dat de markt eigenlijk ervan uitging dat ze ja, deze, dit contract ja, best wel uh, grote kans hadden om het te winnen. Dat is dus niet geworden, oftewel we liepen eigenlijk al vooruit op de feiten. Iedereen ging er misschien wel vanuit dat ze het contract gingen krijgen, maar dat was dus niet het geval. En wat je dan vaak ziet is ook ze wat ze zeggen: buy the rumor, sell the news, oftewel wanneer het eindelijk uh, definitief wordt, dan moet je zorgen dat je het niet meer hebt, want vaak zie je dat in de tijd ernaartoe dat daar de koers harder op stijgt dan dat wanneer het nieuws echt maar definitief is. En of dat nou goed nieuws is of slecht nieuws, dat maakt vaak niet uit. De koers gaat vaak op dat soort momenten toch wel weer een stapje terug. Maar lijkt Workhorse jou nou een interessant aandeel, een interessant bedrijf vanwege deze elektrische bestelbusjes? Ga dan goed kijken welke klanten ze nu al wel hebben, welke productie ze hebben, wat ze eventueel van de toekomst verwachten en wat ook al zeker is. Dus niet, ga niet uit alleen van geruchten, ga juist Kijken naar cijfers en nieuwsfeiten, dus. En maken op basis van die gegevens, dus een beslissing. Om eventueel een positie in te nemen. Gaan we dan kijken naar CCIV, oftewel eigenlijk Lucid Motors. Ook een heel erg populair spec de laatste tijd. Op het gerucht dat CCIV zou samengaan met Lucid Motors. Lucid Motors wordt dan gezien als een Tesla killer, wat ze noemen. Maar dat horen ongeveer om de paar maanden. En er is eigenlijk nooit een echte Tesla killer gekomen. Maar dat maakt niet uit. Het geeft een beetje aan. Vaak in een paar woorden waar een bedrijf naartoe wil. En de SPEC-CCIV ging wat betreft koers dus de laatste tijd erg hard omhoog. Juist vanwege dat gerucht dat ze samen zouden gaan met Lucid Motors. Afgelopen week werd het dan officieel bekend dat het inderdaad niet langer een gerucht was, maar officieel is. En dat is dus goed nieuws voor het aandeel zou je zeggen. Maar als we gaan kijken naar de koers valt dat dan toch een beetje tegen. Want kijken we hier naar de koers van het aandeel dus uh, dit jaar, vanaf 2021 dus. Dan kwam er eerst goed nieuws op uh, 11 januari. Toen uh, werd de merger eigenlijk met Lucid Motors, werd eigenlijk aangekondigd door Reuters. Met een waardering van het bedrijf toen op 15 miljard. Daar schoot het aandeel dus best wel op omhoog. Lange tijd krabbelde het omhoog tot het, eigenlijk het volgende belangrijke punt. Dat was hier op 16 februari. Wederom een artikel vanuit Reuters. Het deal met Lucid Motors zou bijna rond zijn voor een waardering van 12 miljard dollar. Maar we gaan een paar dagen verder en dan komt hier... Op de 23e wordt eigenlijk de deal officieel bekendgemaakt, maar dan juist tegen een andere waardering. En dat komt omdat op het moment van de merger er tegelijkertijd ook 10% van de aandelen is verkocht aan een grote groep investeerders. Tegen een waardering van 25 miljard voor het bedrijf. Waarbij de beurskoersen werd op dat moment uitgegaan. Als je keek naar de koers en het aantal aandelen van een waardering van bijna 75 miljard. En dus ging de koers hard onderuit omdat het bedrijf werd gewaardeerd op dus 24 miljard door investeerders en door banken. En eigenlijk een beetje door het bedrijf zelf dus. Terwijl de markt uitging van het drievoudige. En dus ondanks het goede nieuws zagen we toch een flinke koersdaling. Dat geeft eigenlijk al een beetje aan hoe het staat met specs en misschien wel met de hele markt op dit moment. Er is gewoon heel veel gebaseerd op geruchten. Op verwachting in de toekomst. En dat kan allemaal heel erg leuk zijn. Totdat er op een gegeven moment gegevens komen, echt cijfers komen die het weer onderbouwen. En waardoor iedereen in één keer denkt van oh, wacht. Dat is totaal anders dan wat we hadden verwacht. Een stuk minder dan wat we hadden verwacht. En dan zien we dus ook dat aandelen echt hard onderuit kunnen gaan. Gewoon kunnen halveren wat betreft beurskoers in een dag. Dus ben je bewust van de risico's bij dit soort bedrijven, bij dit soort aandelen. En als je dan toch een positie wil nemen, doe dat voor een klein percentage van je portefeuille. Ga dus zeker niet met een. Heel groot percentage. Want je ziet wel wat er kan gebeuren. Uh, ja, dat is nog eigenlijk een laatste tip die ik wil meegeven in deze video. Zijn we daarmee aan het einde komen van deze video? Wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog zodat ik weet welke video's jullie interessant vinden. Maar op die manier help je ook het YouTube-kanaal. En wil je meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Klik dan even op abonneren onder deze video. Eventueel op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als die nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.